Oké, dit heeft even geduurd voordat ik dit kon opnemen. Allereerst welkom bij deze nieuwe Ups & Down. Ik heb dit ook opgenomen op de dag dat deze vlog online komt. Oh, echt. Ik heb een gedeelte van Undercover in Nederland van SBS6 teruggekeken. Gisteren is hij uitgezonden. Jezus. Dit mag niet gebeuren. Voor de mensen die niet weten waar ik het over heb. In Groningen is een zorgboerderij. En daar zitten mensen met meervoudige beperkingen. En die zijn gewoon mishandelijk, geestelijk, lichamelijk, etc. En dat hebben de zorgmedewerkers gedaan. Dit kan niet. Dit kan gewoon niet. Het gaat hier niet over mij. Het gaat hier niet over Jordi. Maar het is wel de ergste nachtmerrie die je hebt als ouder of als familielid van iemand met een beperking. Ik hoor er ook zo vaak voor gewaarschuwd. Ik weet dat er heel veel mensen met een beperking naar ons kijken. Voor mij hebben jullie geen beperking, voor mij zijn jullie mensen die iets extra zorg nodig hebben. Maar ik wil jullie wel wat meegeven. Zie jij, ervaar jij, maak je het zelf mee, in welke vorm dan ook, mishandeling, lichamelijk, geestelijk, ga je mee naar iemand die je vertrouwt? Ga je mee naar je ouders? Ga je mee naar je familie? Ga je mee naar iemand die heel dicht bij je staat? Ik kom niet eens uit mijn woorden. Ga je mee naar iemand die jij vertrouwt? Want dit mag niet. Dit is niet normaal. Dit kan niet. Dit mag niet. Het is niet normaal dat zorgmedewerkers jou mishandelen. Het is ook altijd zo dat als er iets van zorg bijvoorbeeld bij Jordi gedaan moet worden, dat ik daarvoor moet tekenen. Bij de school bij wijze van spreken. Dat ze dat mogen. Daar staat echt niet op dat je mag slaan of mishandelen of welke vorm dan ook hoor. Daar staat er echt niet op. Als zorgmedewerker heb jij een bepaalde verplichting. En die zijn ze daar niet nagekomen. Nope. En dan zeg ik het nog heel zachtaardig. Nogmaals. Ervaar jij of iemand die je kent dit? Dat is mishandeling, geestelijk, lichamelijk, maakt niet uit. Ga je mee naar iemand toe die jij vertrouwt? Ga je mee naar iemand toe waar jij je verhaal neer kan leggen, die jou kan helpen? Zorg dat dit niet meer gebeurt. En de enige manier waarop dat is, is het aangeven bij jouw ouders of familie of iemand die jij vertrouwt. Zorg hoort namelijk met liefde te gebeuren. En niet op die manier. Ik wil nog heel veel zeggen. Maar dat ga ik niet doen. Ik denk dat ik mijn boodschap wel duidelijk heb gemaakt dat dit niet kan. Nogmaals, ga je mee naar iemand toe als je dit ervaart. Dan wens ik jullie vooralsnog veel kijkplezier naar de rest van de aflevering van de vlog. Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe Ups & Down. Liam en Jordi zijn al naar school. Daar ligt de luilak, die ligt lekker bing te kijken. Het is een bingding. Fruit heb ik al voor hem gemaakt, dus hij is dat ook lekker aan het eten. En ik heb de was al aangezet, ik heb de vaatwas al uitgeruimd. Dit ding trek er even uit, wat heb ik last van. Ik heb hier nog één. Even uit. Hop, uit. Geen herrie aan mijn hoofd. Dus ja, ik heb eigenlijk al
van alles gedaan. Ik ben al naar de winkel geweest voor de boodschapjes van vanavond. En ja, het is weer een nieuwe week. Zo, deze week nog naar school en volgende week vakantie. Zo zijn de kindjes hele dagen weer thuis. Ik vind het niet erg. Ik vind het geen ramp. Maar ik denk wel bij mijn eigen... Oh, van de ene kant is het lekker dat ze naar school zijn. Van de andere kant, dan hoef ik ook niks, zeg maar. Dat. Dus, ja. Ach ja, ik ga lekker even op de bank zitten. Even pauze houden voor mezelf. En dan ga ik weer wat dingetjes doen. Ik weet nog niet wat. Ik heb nog wel wat was op te vouwen, et cetera. Dus ja, moet ook gebeuren. Ik doe altijd dan heel veel als Liam en Jordi er niet zijn. Maar ik maak ook altijd tijd om even te knuffelen. Yay. Yes. Papa werken. Oh, papa werken. Ja. Dit is wel echt de knuffelkont van het gezin. Hij gaat met iedereen knuffelen. En dat zegt ook iedereen. Oh, wat is dit een lekker knuffelkontje. Ja, dat klopt. Liam knuffelt ook graag. Jordi knuffelt ook graag. Maar dit is de opperknuffel. Het is twee. Ja, jij bent de teddybeer, hè? Ik. De teddybeer. Tada. Ja. We hebben deze soepstengel opgehaald. En dan ga ik lekker een flesje maken. Of in ieder geval, ze staan al in de magnetron. En dan gaan we luiers doen. En dan gaat Sammy naar bed. En dan is wachten tot 2:15. En dan kunnen we alweer Jordi op gaan halen. Is het je gelukt, jongen? Hey, Liam. Liam. Nou, hier was hij dus al 10 minuten na aan het kijken om dit te gaan doen. Hoe dat hij het ging doen. En het is hem uiteindelijk gelukt. Ik vind het alleen maar mooi. Ik ga heel eventjes Sam uit bed halen. Liam een broek aantrekken en schoenen aantrekken gaat hij niet tof vinden. Maar we moeten Jordi ophalen. En dat is ook belangrijk. Ik zit hier te uploaden. Want ja, dat moet ook gebeuren. Liam, nee. Liam denkt dat hij acrobaat is. Ik zie in één keer hier iets voorbij. Hier zoiets voorbij schuifelen. En hij zei boe. Zullen we eens gaan kijken? Wat doe jij daar?
Hallo? Wat doe jij hier? Zal ik jou eens tegen de zolder gaan zetten? Ik ben hier op de zolder. Dan zien we beter. Hallo? Hoi, schatje. Ben je hier in een hoekje aan het zitten? Waarom ben je hier aan het zitten dan? Mijn ladder is lang. Waarom zit jij hier? Tijd om. Waarom zit jij hier? Ik ben hier om te helpen. Ik heb een katje gelet. Vertel. Vertel, waarom zit jij hier? Hey, snel, kleine etter. Ik denk dat ik het al weet. Haalt zijn tablet aanstaan. En die is niet op het filmpje gegaan die hij leuk vindt. Dus dan gaat hij hier in de hoek zitten. Dat deed hij eerder ook al. Maar toen had ik dat keukentje hier neergezet. En toen deed hij dat niet meer. Nou doet hij elke keer als het keukentje weg is en hij heeft het in de gaten. Dan denkt hij bij zijn eigen... laat ik maar eens even terug hier gaan. En dan gaat hij hier zitten. Lekker ding. Dus ja, hij zit hier. Missie volbracht. Zal mama jouw tablet weer even goed zetten dan? Hey mee? Ga staan? Ja, ga je staan. Kom maar. Goed zo. Ga maar zitten. Goed zo. Zijn filmpje was afgelopen. Ondertussen dat ik hier weer bij mijn laptopje zit. Ik zat net te kijken. Ik heb gewoon 800 abonnees. Wauw. Echt wauw. Wat leuk dat jullie allemaal geabonneerd hebben. En wat lief dat jullie allemaal geabonneerd hebben. Als jullie ons al langer volgen, weten jullie dat wij niet om abonnees vragen. Dat gaan we ook niet doen. Dat is tegen ons principe. Omdat wij dit doen omdat we dit leuk vinden. En omdat wij mensen willen meenemen in het feit hoe het ruilt en zeilt in een gezin. En niet om geld te verdienen of wat dan ook met dit. Dus dat was... ja, maar wauw. 800 abonnees. Wauw. Echt wauw. En ik ben heel eerlijk. Ik heb superleuke volgers. Vind ik wel. Vind ik super wel. Ik vind echt dat ik leuke volgers heb. Ik ben daar echt van mening van. Super lief. Super hartelijk. Hart onder de riem geven altijd. Super meelevend. Ja. Dank jullie wel, namens mijn hele gezin, dat jullie geabonneerd zijn op ons. Super lief. En nog iets, hè. Ik wil wel iets doen voor die 800 abonnees die wij hebben. Zal ik een Q&A doen? Of willen jullie een specifieke video? Laat het weten in de comments. En dan ga ik kijken wat ik voor jullie kan doen. De kindjes zijn nog even buiten aan het spelen met papa. En ze zijn even gewoon lekker zichzelf aan het uitkuren. Dus papa is even aan het invegen. Ik zal het even laten zien. Liam zit daar in de taxi. Niels is natuurlijk aan het vegen. En Sam staat daar. Die gaat glijden.
En hier binnen zit onze Jordieke nog. Ik geef pyjama's voor ze pakken, kleding voor morgen en alles. En hier een beetje opruimen, zodat maar hun kunnen zichzelf even uitkuren. Dat is even nodig. Oh, jullie zitten echt vol in het licht. Laten we het even zo doen. Niels hier sporten en ik heb net hier gedweld. Niels had nog even voor mij gestofzuigd. Dus alles staat klaar. Ik ga nu even serie aanzetten en sokken vouwen, want ik heb een hele mand vol. Dus daarna ga ik gewoon bankzaken en beleggingen doen en niks meer. Een hele goede morgen. Ik ben al helemaal bezig. De keuken doen, in ieder geval opruimen. Ik heb luiers van Jordi binnengekregen. Ben ik uit de dozen aan het halen. Deze is voor Joef. Want Joef die kon ontsnappen uit het riempje. Dus dat was niet de bedoeling. Maar die luiers van Jordi, dat betekent dus dat ik even alles uit moet pakken. En het zit doos in doos. Ik ga even alles uitpakken. En dan is dit het resultaat. Dan moet ik dat naar boven brengen. Dan moet ik die dozen opruimen. Maar hoe ik dat doe is, ik heb hier nog heel veel oud papier liggen. Dat sparen we eigenlijk altijd op. En dan laten we het meestal in de regen staan, zodat je er een klein pakketje van kan maken. Of we maken het nat. Dat kan ook nog. Dus ik ga heel eventjes zorgen dat al het oud papier daarin komt. We hebben deze grote vent opgehaald. Ja, en had iedereen staan duwen, zeiden ze. Dat is niet slim, hè? Joef, nee. Nee. Ja, Sam ligt al op bed. En eigenlijk is dit een beetje het ritueel wat we altijd hebben. Wij doen altijd even knuffelen als Sam op bed ligt. En daarna gaat hij verder met spelen.
heb nu de tv aan staan, want hij wou geen tablet, maar hij wou tv kijken, gaf hij aan. Ja? En ondertussen doet mama eventjes voor zichzelf dat ik eten maak en een broodje eten. En dan krijgen we nog een bezoekje. Een vriendin van mij, die komt even langs. Vaak is het zo dat ik dat allemaal niet film. Die mensen hebben ook gewoon een privacy, dus dat doe ik al bewust niet. Dus ja. Volgens mij weet zij niet eens dat ik vlog. Snap je? Ik heb mensen die in mijn leven die weten dat ik dit vlog. Ik doe er ook niet groot over dat ik dit doe. Of wat dan ook. Dus sommige mensen weten het wel. Maar het is niet een ding. En vaak als je iemand... Ik heb er al even niet meer gezien. Als je iemand dan even niet hebt gezien, dan wil je toch even bijpraten en bijkletsen. Dus... Als je gegeten hebt, dadelijk komt ze. En dan... als ze hier eerder is en ze heeft honger, kan ze gewoon mee eten. Niet dat jullie denken dat ik hier een echte Nederlander ben, want dat is niet. Dus... Ja. Wij zijn aangekomen bij de school van Jordi. Ik had Sam wakker gemaakt. En hij is in slaap gevallen. Wat doet hij? Het slapen. Dus lekker laat slapen. Ik moet dadelijk heel eventjes een filmpje aanzetten voor Sammy. En dan kan ik Jordi gaan pakken. Inmiddels zijn we weer thuis. Jordi is met zijn dagelijkse bezigheden na school bezig. Daar heb ik iemand in slaap gekregen. En Sammy is gewoon Sammy. Dus ja, dat. Oh ja, ik had ondertussen had ik ook al mijn snijbonen gedaan. Dus daar ben ik ook al mee bezig geweest. Goedemorgen. Ik heb Jordi en Sam weggebracht. We moeten Sam ook weer om 11:30 halen. Liam ligt momenteel daar. Dat vindt hij fijn. Ik heb al 100 keer gezegd dat hij er vanaf moet. Ik ben er klaar mee. Op een gegeven moment ben je gewoon ergens klaar mee. Hij doet daar niks anders als gewoon liggen of zitten. Prima. Ik ga zo even fruit maken voor hem. Hij heeft ondertussen ook al donuts gehad. Ik had een boterham gesmeerd voor mezelf. Die heeft hij ook al voor de helft op. Dus ja, hij heeft al het een en ander gegeten. Oh. En ja, bende gemaakt. Oké, eventjes jullie meenemen. Het is vandaag dramadag. Waarom zeg ik dat het vandaag dramadag is? Ik ben ondertussen worteltjes aan het doen, want ik maak gestoomde worteltjes met pistro aardappeltjes en een kippensnietseltje. De reden dat het woensdag voor ons altijd dramadag is, dat is omdat als Jordi thuis komt van school, dan moet ik hem snel drinken geven. Nou is dat het probleem niet hoor, want ik geef hem een tablet en hij drinkt. Dus dat is helemaal het probleem niet. Nee, wat het probleem wel is, dat is hun broertje Liam. En wat er dus gebeurd is, Liam zit net op zo'n ding wel niet slapen. Als ik Sam wakker maak, dan is hij gewoon vrolijk, et cetera. Maar als ik Liam wakker maak, dan is het net zijn moeder, de duivel. En hij reageert nou eenmaal heel slecht met prikkels. Dus hij was onderweg dat we Jordi op gingen halen, was hij in slaap gevallen. Ja, dat kan. Prima. Dan moet je hem dus nog uit de auto halen als hij, als we weer thuis zijn. Dan, als we weer thuis zijn, dan moet Jordi dus die fles hebben. Op het moment dat Jordi die fles op heeft, moet ik iedereen hun luiers doen. En vervolgens moet ik zorgen dat iedereen in de bolderwagen komt. Nou, dan krijg je dus al op dat moment, krijgt hij zoveel prikkels, dat hij dus helemaal over de zijk gaat. Dus dan ga ik met een over de zijk kind, ga ik Jordi wegbrengen. Daarna ga ik meestal een stukje wandelen of naar de winkel of wat dan ook. Dan wordt hij vaak wel wat rustiger. Maar dat puntje van drama blijft de rest van de dag met zich meespelen.
De rest van de dag heeft hij daar last van. En Jordi moet nou helemaal naar de fysio. En ja. Wat moet dan moet. Dus ja, voor mij is woensdag al dramadag. En ja, de rest van de dagen gaat het allemaal eigenlijk wel goed. Maar dat is echt dramadag. Nou is het wel zo dat we de komende 2 weken geen fysio hebben. Het is vakantie. En ik heb ervoor gekozen om 2 weken eventjes niks te hebben. Sowieso is, jullie zien dit natuurlijk een week later. De dinsdag, de 25e, heeft Jordi Botox. Dus dat betekent dat hij een dagopname heeft. Dus ja, dan is het de dag daarna sowieso niet fysio, want dat werkt gewoon niet. Maar ja, hè. Maar we zien hem wel vooruit gaan. De fysio ziet hem vooruit gaan. School ziet hem vooruit gaan. Dus dat is alleen maar positief. Dus met dit negatieve gebeuren hebben we toch wel weer een positieve draai eraan gegeven. Tada! Dus ja. Maar goed, ik hoor nu 3 worteltjes. En dan zal ik eens even gaan kijken wat ik nog kan fabriceren. Van de wortels. Nou ja, ik ga ze stomen. Ik heb een stomer. Dus dan is het gewoon een kwestie van in ringetjes snijden. En afspoelen in de stomer zetten. En wachten tot ze klaar zijn. Meestal is het een 20 minuten tot 30 minuten dat, dat ze klaar zijn. En ze hebben net nog, onderweg terug naar huis, hebben ze net nog van alles lopen vreten. Ik had, was heel even snel langs de Jumbo gegaan. En daar hebben ze van die kleine appelflapjes. Dus die heb ik gehaald. En daar hebben ze net nog zitten snoepen. Dus we wachten mooi totdat Niels thuis is. Want ik heb geen zin om nog een keer strijd aan te gaan met eten. Daar heb ik echt geen zin in. Dat ga ik niet doen. Daar pas ik voor nu. Ik heb het ook met Niels over gehad hoor. Niels die zei helemaal prima joh. Doe gewoon. Prima. Maak je niet druk. Dus dan doen we dat ook niet. Een goeiemorgen. Ik heb Liam en Jordi naar school gebracht. Daarna even gauw naar de winkel geweest. Mag Liam ze ook alweer ophalen? Nee, er is niks aan de hand. Ze hebben vandaag koningsspelen. En in verband met de prikkels van Liam is het verstandiger om hem voor die tijd op te halen. Dan is hij toch even naar school geweest. En dan zit er toch een bepaald ritme in. Dus ik ga hem zo halen. En dan eet hij thuis lekker fruitje. Want als hij die prikkels heel erg heeft, dan kan niemand eigenlijk iets meer met hem. En dat is niet de bedoeling. Dus ik haal hem voor die tijd op. Dus ik heb hem om 8:30 of zo op school afgedropt. Want ik was iets later, want Jordi die had even de poep dinges. En om 9:55 zoiets zou ik hem ophalen. En het is bijna kwart voor. Dus ik ga hem wel even met de auto ophalen, want ik heb echt geen puf om te lopen. Dus we gaan hem gewoon even halen. We zijn al even thuis. Oh, maar dat ging per ongeluk. Ik wist niet dat je oren daar waren. En het is oké, Liam die is lekker aan het spelen. Sam ligt te slapen. Dus ja, het is hier lekker rustig. Ik kan even op de bank liggen. Dus dat is prima. Ik heb gisteren even mijn nagels gedaan. Zijn niet helemaal geworden zoals ik wou. Maar hey, ze vallen er nu in ieder geval niet meer vanaf. Joef, ik vind jou heel lief. Maar dit is echt irritant. Nee. Nee, als je gaat zitten lebberen, dan ga je weg. Kom. Je hoeft niet te lebberen. Blah. Dus ja, hè. Ik lig even op de bank. Ik ben gewoon moe. Maar ja, kan gebeuren. Zal ik je Jordi ophalen? En wij doen vandaag makkelijk, want ik weet frietjes. Ik ga niet allemaal
moeilijk doen nu. Zo, we hebben Jordi opgehaald. Ze zitten nu lekker allemaal chippies te eten. Even het ritueel weer doen. Gewoon even iets lekkers na schooltje voor Jordi. En ik ga heel even wat dingetjes doen nog. En we eten straks frietjes. Dus helemaal lekker, helemaal top. Helemaal niet veel werk, gelukkig. En daar zit iemand in zijn tent. Moet ook gebeuren, hè? Hij heeft 20 minuutjes geslapen. Nog niet eens. De kindjes hebben al gegeten. Ja, dat is heet. Liam wou cake. Warme cake. Ik heb dat gemaakt. Heb je een cakeje gekregen van mama? Nielsie is thuis. Yay! Yay. Dus wij kunnen ook zo. De boel is aan kant. Yay. Yes. De kinderen liggen te slapen. Ja. En we gaan deze ook zo dan afsluiten. Want we hebben eigenlijk niks meer te melden. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.